of was en de techniek die jij nou toepast? Ja, dat is een heel wezenlijk verschil. Het kneedbare materiaal, klei en was, is snel in zijn vorm te krijgen. Het is ook gewoon een snelle techniek om dat wat in je leeft, om dat vorm te geven. En het is om het heel plastisch te maken, met heel veel details, makkelijk in de vorm te krijgen. Werk je nu met zo'n stug, duurzaam metaalplaatmateriaal, dan moet je heel goed weten hoe het moet worden. En wijzigingen zijn binnen niet mogelijk. Ja, ja. Paul, je hebt dus ooit gezegd, het is vergelijkbaar met het breien van een trui. Hoe moet ik dat nou verstaan? Ja, het breien van een trui. Ik denk dat het een goede vergelijking is. De trui die begint aan één kant en je maakt de hele achterkant af. Je moet van tevoren heel goed weten waar je aan begint, hoe de vormgeving moet worden, hoe de vorm, de volumes moeten worden. En dan begin je aan één kant en dan ga je de huid maken van het beeld. Het voelt als breien van een trui. Paul, je hebt een bepaalde voorliefde voor stieren en andere krachtige dieren. Waar komt dat vandaan? Ja, dat klopt. Met mijn interesse voor oerkracht in de natuur. Het is niet alleen het krachtige dier dat me interesseert. Het interesseert me ook de oerkracht in de natuur, in het landschap. Dat herken ik ook in het leven van deze dieren. Ja, ja. 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 Verder extra geïnteresseerd in de kunst van de prehistorie. Daar waar de mensen met deze dieren leefden en van deze dieren leefden. De kunst die daaruit is voortgekomen, die fascineert me heel erg. Als je het nou hebt over het breien van een trui, hoe lang duurt dat breiproces dan? Ik veronderstel dat u bedoelt hoe lang ik aan het beeld was. Ja. Mijn eigen trui.